naam is Lindy en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik teken vandaag dit paardje. Kijk nou hoe schattig dat hij is. Zo'n veulentje leek me het uitgelezen projectje om de lente wat te vieren. Ik teken op drafting film met vooral de polychroom als kleurpotloden en de zwart en wit van de Luminance. Er is een scala aan rood-bruine kleuren nodig en ik gebruik kleuren als gebrande omber, sepia en diverse okertinten. Omdat ik dit portretje teken op een lichte ondergrond, komen de haren aan de buitenrand van de oren niet zo spectaculair naar voren als je ziet op de foto. Ik gebruik een warm grijs om toch die haren wat te tekenen, maar let er vooral op dat het geheel niet te donker wordt. De allerlichtste en dunne haren in de oren gum ik uit en ik gebruik ook de slice tool voor de echte heldere highlights. Deze techniek is enorm handig voor dit soort dunne haartjes. En wil je er meer over weten, ik maakte daar al eens een complete video over die je kan zien in de link hierboven. Bij het tekenen van de vacht is het natuurlijk belangrijk dat je tekent van wortel tot punt en met een soort zwiepje. En voor deze manen is dat nog eens dubbel belangrijk, want je wil echt al die haren eindigen met een mooi dun puntje. En let er ook vooral op dat je naast al die losse haren ook let op de plukjes van de manen. Door met het volgende oortje dan. En ook hier weer in scala aan bruin tinten. En ik gebruik ook daar weer de gum voor die mooie lichte haren. En na het gummen accentueer ik de vorm van die dunne haren met diverse kleuren bruin. Om zo die hele fijne dunne plukjes te tekenen. Dus iedere keer gummen en dan de vorm weer aanpassen met een klein beetje van de kleur. De techniek van de vacht bestaat eigenlijk uit steeds hetzelfde principe. Je ziet me iedere keer opnieuw eerst de donkere delen van de vacht in kaart brengen. Waar zitten nou die schaduwen? Dan een soort middenkleur maken met onder andere de bister gebruik ik daar veel voor. En langzaamaan in dunne lagen de rest van de kleur opbouwen. Tot de juiste sterkte en als laatste die echte hele mooie details maken met diverse kleuren donkerder bruin. Het is een tijdrovend klusje, maar als je maar gewoon lekker doorgaat, krijg je het mooiste resultaat. Dat kan je hier al zien, je ziet langzaamaan de kleur van dat hele fletse bruin levendig worden door die vele laagjes. De techniek van die witte vlek op het hoofd, dat is een klein beetje anders. Ik leg daarvoor een zwart vel papier onder mijn graphics drafting film, zodat ik wat beter kan zien wat ik doe met mijn witte potlood. Dan teken ik met mijn witte potlood alle haren en alle plukjes die ik zie. En ik let daarbij heel goed op de richting van al die kleine haartjes. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe preciezer je hier bent, hoe mooier dat het eindresultaat gaat zijn. Altijd natuurlijk van wortel tot punt. En als ik dat zwarte papier dan wegleg, zie ik er bijna helemaal niets meer van. Maar ik kan er wel heel gemakkelijk overheen met een beetje andere tinten en ik gebruik daar in dit geval de grijs tint voor, altijd een warm grijs, om zo de schaduwtinten van de vachtplukjes te tekenen. En je ziet dat gaat eigenlijk heel gemakkelijk, omdat het polychroom als kleurpotlood beter het graphics raakt waar de luminance niet zit. En het potlood schrijft alleen op de plekken waar het wit niet aanwezig is. Een hele handige techniek voor dit soort dingen. En dan natuurlijk weer opnieuw het opbouwen van de vacht. En je ziet langzaam weer de kleur helder en levendig worden. Iedere keer weer met een richting mee. Dat zie je hier dus ook weer. Deze hele fijne structuur van vacht is wat lastig, maar blijf ook hier heel goed kijken naar de richting van al die
eenie-mini kleine vlekjes. Het oog heeft een ruimte eromheen die een stuk rustiger is en niet zoveel structuur heeft. Dat is iets gladder. Wel is het dan belangrijk om alle mooie kleurschakeringen zo goed mogelijk weer te geven. En dan eindelijk het oogje. Ja, zeg eens eerlijk, daar heb je op gewacht, toch? Met een dark sepia teken ik natuurlijk eerst de schaduwstukken en controleer mijn tekening tot op de millimeter. Doe jezelf een plezier en teken dit zo zorgvuldig als je maar kan. Iedere millimeter telt voor dat mooie, heldere, levendige resultaat wat je wil. Ik zet de video een beetje langzamer, zodat je echt kan volgen hoe dit precies gaat. En dan kan je ook zien hoe ongelooflijk langzaam dit proces gaat. Maar het is wel ontzettend leuk om aan te werken. Het oog heeft veel verschillende, maar vooral verrassend veel rechte schaduwvlekjes. Je moet maar eens opletten hoeveel rechte kantjes er zitten aan de schaduw in een oog. En nog steeds, ik ben in verschillende laagjes heel goed bezig met kijken naar mijn voorbeeld en iedere millimeter zo goed mogelijk weer te geven. En ik zorg er vooral voor dat ik niet meteen te donker teken, zodat als er iets misgaat, kan ik het nog weggummen. En ik probeer de kleur hier dadelijk zo levendig mogelijk te maken. En dat doe ik met diverse tinten grijs, diverse tinten bruin, dat zie je zo meteen ook. En dat zorgt ervoor dat dat oog een mooie, levendige en echt realistische uitstraling krijgt. Maar neem hier vooral rustig de tijd voor. Het is een van de leukere delen van het veulentje. Dus geniet een beetje van het proces terwijl je dit aan het doen bent. Vergeet ook vooral die lichtvlekjes niet, maar kijk wel even uit dat je ze niet te groot maakt. Want je ziet me ze hier aanpassen naar een beetje kleiner. Met zo'n potloodgum kan je heel gemakkelijk nog wat extra highlights of wat lichtere stukjes aanbrengen en dat is wel heel prettig. Een goede gum is hier toch wel behoorlijk belangrijk. En de potloodgum van Faber-Castell is een van mijn favoriete materialen voor dit soort stukjes. Als laatste gebruik ik de zwarte potlood van Luminance, van Caran d'Ache Luminance, voor die echte hele donkere delen. Het zijn maar kleine stukjes, je hebt niet veel nodig, maar omdat dit dekkender schrijft, kan je het resultaat toch behoorlijk goed zien. En dan weer verder aan de vacht. Je krijgt wat meer overzicht nu, dus ik zag dat stuk rondom het oog nog wat kleur nodig had. En dan gaan we weer verder met de structuur van de vacht. En ook in dit stuk, ook in dat stuk wat hier bovenop de neus zit, is het belangrijk dat je met de vorm meegaat. En alweer het zwart vel eronder en je ziet het me weer wit maken. Maar dit hele gedeelte is eigenlijk ontzettend belangrijk. Let op de richting van al die kleine vlekjes en het zijn er heel erg veel. Maar als je goed let op de richting, dan krijgt het hoofd ook echt dat driedimensionale en ook tegelijkertijd dat zachte van die korte haartjes daar. En dit stuk is het wat lichter. Ik gebruik dan ook gewoon wat lichtere kleuren, maar ik pas mijn werkwijze niet aan. Het is gewoon precies hetzelfde doen als we al gewend zijn. Nog een klein beetje hier en dan kunnen we naar de neus. Dat is natuurlijk ook weer zo'n heerlijk stukje om te doen. Maar blijf wel zo nauwkeurig mogelijk tekenen. Een volledige, niet versnelde versie staat op mijn andere kanaal via petje.af/atelierlinti. En daar post ik lange, dus niet versnelde, uitgebreide tutorials vol met tips en advies over tekenen. En daar kan je dus dit soort dingen stap voor stap volgen. Het is alsof ik een privé demonstratie geef voor jou, waarin je dus helemaal over mijn schouder mee kan kijken. En ieder stukje wat ik doe, leg ik uit. Neem gerust een kijkje, de link staat in de beschrijving. Ja, en ook hier geldt voor dit soort stukjes eerst je tekening goed controleren. Zorg dat je geen foutjes maakt en dun tekenen in het begin, zodat je nog wat weg kan gummen mocht dat nodig zijn.
en dan met dunne laagjes kleur heel langzaam opbouwen. Zie je, het was al donker en hier ga ik met dat zwart er nog extra overheen. En dan pas komt de kleur wat feller naar voren. Op dat graphics drafting film papier is de kleur echt behoorlijk flats als je met een dun laagje start. En het is heerlijk, want je kan heel gemakkelijk dus je vorm controleren. Maar het duurt wel eventjes een paar laagjes voordat de kleur echt mooi en vol en levendig is. En de neiging is heel snel om een beetje harder te duwen op je potlood. Maar probeer jezelf te beheersen, ook in dit soort stukjes waarin je zeker weet dat iets donker moet zijn, bijvoorbeeld bij die neus. Blijf even heel secuur kijken en doe het in stukken. Een van die verrassende kleuren die vaak aanwezig is bij het tekenen van een neusje, en vooral bij katten bijvoorbeeld, is de Caput Mortuum. Ik gebruik die hier spaarzaam, want ja, hij heeft natuurlijk geen rode neus, maar die kleur zie je me een paar keer gebruiken hier. Bij het tekenen van deze echte kleine details, die lijnen erop, is het belangrijk dat je ze niet te hard weergeeft. Dus probeer echt heel dun die lijntjes weer te geven. Natuurlijk, je ziet ze wel heel goed op de foto, dat klopt. Maar als je ze echt daadwerkelijk strak zou tekenen, dan lijkt hij bijna wonden te hebben op zijn neus. En dat is niet de bedoeling. Zolang je ze heel zacht tekent, dan krijgt die neus ook echt dat hele, die zachte uitstraling die hij ook natuurlijk in het echt heeft. En dus dunne lijntjes is hier nog extra belangrijk. Ja, hier zie je me dus die Caput Mortuum gebruiken. Heel weinig, maar het is een mooie kleur om dat een klein beetje levendiger te maken aan die kant. Heel handig, maar probeer niet te veel te doen, want het is snel te rood. Kleine beetjes en kleine lijntjes zijn voldoende hier. Nog een stukje aan de neus natuurlijk. En verder aan de manen. Ja, en bij ook deze manen is het natuurlijk heel belangrijk dat je weer tekent van wortel tot punt. En let vooral op die dikke plukken. Dat is hetgene wat de vorm maakt. En dat is ook zo belangrijk, omdat als je dat niet doet, ja, zie je eigenlijk alleen maar streepjes. En dat is totaal niet realistisch en heel erg jammer voor de sfeer. De hals is, de start is weer hetzelfde. Eerst kijk goed waar er schaduwvlakken zitten. De donkere vlek op de hals maak ik niet heel erg donker, maar dat is een kwestie van smaak. Dus doe daarmee wat je zelf mooi vindt, want dat kan je natuurlijk aanpassen zoals jij wil. Ik hou wel van als mijn tekening een beetje licht en luchtig is. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt bij het tekenen van je eigen veulentje. Ik wens je zoals altijd heel veel tekenplezier en ik zie je graag terug in de volgende video. Bye bye!